Het gaat om de uitstraling, het gaat om het carnavaleske. En je kunt natuurlijk muzikaal allerlei vraagtekens erbij zetten, maar daar gaat het de meeste niet om. De carnavalsliedverkiezing wordt ook dit jaar weer uitgezonden op carnavalszender Baronie TV. Dus al de verenigingen van de hele regio van Baronie TV, wat Baronie TV uitzendt, die komen hier naartoe en die nemen morgen en vandaag de carnavalsliedjes op. En die worden dus tijdens de carnavalsliedverkiezing, tijdens de marathon worden die uitgezonden. Daar kunnen de kijkers op stemmen via sms en via telefoon en via de website. En daar hangt veel van af, want de winnaar krijgt eeuwige roem op Baronie TV. En dan mag de winnaar of de vereniging mag iedereen meenemen tot en met de burgemeester toe om dat te vieren. Daarnaast staat er nog veel meer op het programma. Natuurlijk gaan we de optochten weer uitzenden. De optocht van Breda op maandag en op zondag die van Prinsenbeek, die van Boemerdonk. We hebben tussen de middag of tijdens het avondeten zeg maar mee op bord op schoot. Spelprogramma tussen een paar verenigingen. We moeten allerlei oplossingen bedenken voor moeilijke vraagstukken. Carnavaleske vraagstukken natuurlijk. En s'avonds alle optochten die weer voorbij komen. Ook artiesten die langskomen en kapellen. Kortom, voor ieder wat wils. Nieuw is dit jaar de studio. Voor het eerst worden de uitzendingen gemaakt vanuit ontmoetingscentrum De Vlieren in De Heuvel. Het is gewoon een hele prettige locatie, goed bereikbaar, geen parkeerproblemen, hoeven niet te betalen. En dat komt goed uit, want niet alleen zijn bezoekers van harte welkom, maar ook zo'n 100 vrijwilligers maken het dit jaar weer mogelijk om uit te zenden. Zo'n 100 vrijwilligers hebben we. En daarvan zie je er eigenlijk altijd maar een paar voor de camera. Maar een heleboel mensen ja, die bij de techniek betrokken zijn. En de sfeer zo onder elkaar? Heel leuk, heel gezellig. We gaan ook altijd, we hebben altijd aan het begin van het carnavalseizoen, dus zeg maar zo rond de 11e van de 11e, komen we altijd weer bij elkaar. Want dan hebben we elkaar ook een hele tijd niet gezien. Gaan we met z'n allen eten. En aan het eind van carnaval gaan we met z'n allen haring happen op woensdag. Dus de sfeer onderling is gewoon heel goed. Dus voor wie ook dit jaar weer aan de buis gekluisterd wil zitten met carnaval. We gaan dit jaar uiteraard op Breda Nu, op dit kanaal. 24 uur per dag, dus je hoeft de televisie niet af te zetten. Je hoeft hem ook niet op een ander kanaal te schakelen. Ik zou zeggen, kijk allemaal naar Baronie TV op deze zender van Breda Nu.